Ja, goedemiddag. Vandaag een nieuwe appartement, Niels. Ja, ik sta al een tijdje hier stil en dan komt ze eindelijk aan. Want ze heeft waarschijnlijk nog een les. Hoi. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Nou, ze is er hoor. Ja, kijk zeker. Eens. Heb je er weer zin in? Ik heb er weer zin in. Ja? Ja, met dit mooie weer. Ja, is toch mooi, man. Het is of echt niet? Perfect. Ja. Ja, ik heb heel kort. Tweede keer, hè? Deel 2. Klopt. Dus we gaan even. Kun je misschien even voorstellen wie je bent en wat je doet voor diegene die je niet kent? Ja, dat is natuurlijk wel even belangrijk natuurlijk, ja, hè? Zeker. Ja, nee, dat kan ik. Ik ben Priscilla en ik ben 39 jaar en woon in Bijlen. En ja, we hebben sportcentrum Anybody hier in Bijlen op de bedrijventerrein Ossenbroeken. En daar bieden wij fitnessfaciliteiten aan, groepslessen. We beschikken ook over een squashbaan en een indoor tennisbaan. Dus daarom ook sport- en recordcentrum Anybody. Ja, 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 ja. En, ja, mooi, mooi. Ja, want ik ben natuurlijk in een hele bijzondere tijd geweest. Dat praat je over, ik denk, 2,5 jaar geleden. Ja, midden in de corona. Ja, in de corona. Toen hebben we ook, toen hebben we ook omgedacht. Ja. Ook als ondernemer. Toen zijn we ook naar verschillende ondernemers geweest in Midden-Drenthe. Ja. Omdat we kijken, nou ja, wat is dan, hoe overleef je het eigenlijk? Hè? Nou, toen kwam je ook met heel veel outdoor activiteiten. Klopt. En hoe ging je ermee om? En hoe zagen de groepslessen eruit? Ja. Nu ben je 2,5 jaar verder. Ja, gelukkig. En wat is allemaal gebeurd? Ja, heel veel eigenlijk. Ja. Corona was echt een hele nare periode. Vorig jaar januari waren we zelfs nog een deel dicht. En je merkt ook dat je afgelopen winterperiode dat nog steeds gewoon wel in je hoofd hebt. Dat heeft echt wel heel veel met je gedaan. Dat heeft heel veel impact gehad. Ja. En daar ben je eigenlijk tot dat moment nog best wel wat mee bezig. Omdat je dat steeds in je achterhoofd hebt. Maar we hebben die periode gelukkig ook heel goed kunnen benutten. Om dingen binnen ons sportcentrum dus te veranderen. We zijn sinds vorig jaar april zijn we over naar een nieuw systeem. Waarbij we dus de hele dag open zijn. Van 8:30 ochtends tot 10:00 avonds. En het mooie komt nu, want vanaf 1 mei gaan we open, 's ochtends om 6 uur. Dus dan zijn we vanaf 1 mei echt de hele dag open van 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Ja, ja. Dan kunnen mensen dus met een druppel, zeg maar, kunnen ze dan naar binnen op het moment dat wij er niet zijn. Ja, ja. En dat was dus een verandering wat we hebben doorgevoerd. We hebben gekeken van hoe kunnen we dat nog beter gaan aanpakken met de groepslessen. We hebben nu ook daarvoor een reserveringssysteem. Dat werkt echt ideaal. Ja. En we merken ook dat wel na corona ook mensen echt wel het belang van het vitaal zijn, leefstijl, dat echt wel een belangrijk punt is geworden voor mensen. Ja, ja. En dus we hebben nu ook met de groepszaal, we hebben de yogazaal hebben onlangs uitgebreid. Dus die is een stukje vergroot. Ja. Dus dan kunnen we nog meer mensen bieden hoe mooi yoga is. Want het is echt super tof. Ik heb zelf vorig jaar de yogaopleiding gedaan. Oké. Echt super leuk. Als ik even kort, even voor mij. Eigenlijk heb je na die corona ben je heel anders gaan werken dan ja, nog. Ja, het heeft weer, ja. Ja, het heeft ons. Kijk, het was heel naar, maar we hebben wel geprobeerd om daar ook wel weer het positieve uit te halen. Van hoe kunnen we onze sporters nog meer mogelijkheden geven, bieden om gebruik te maken van de sportfaciliteiten. Daar heb je dan tijdens corona heb je mooi de tijd voor gehad. Ja, wat ik persoonlijk heel aantrekkelijk vind, is dat je dus vanaf 1 mei vanaf 6 uur open gaat. Ja. Omdat je, sommigen vinden het misschien heel vroeg, de meeste natuurlijk wel. Maar goed, als je om 8 uur begint, dan kun je nog even een uurtje, anderhalf uur even voor jezelf sporten. Ja. Voor het werk aan, dan heb je toch een mindset anders. Klopt, het is lekker voor het werk aan. Ja. Sommigen vinden het juist lastig om dan na het werk nog de sportspullen te pakken. Hè? Om na het eten dan nog de deur uit te gaan. Ben je klaar? Heb je heel dag erop zitten? Ja, en dat horen we ook van meer mensen. Ja. En ook, dat is denk ik ook wel weer gunstig. Kijk, je gaat nu natuurlijk de zomerperiode in, dus het is 's ochtends ook al wel licht. Maar ook wanneer het echt weer hele warme dagen zijn, is het natuurlijk gewoon heel lekker om lekker 's ochtends te gaan sporten. Dan heb je dat momentje wel inderdaad gehad. Dus we zijn ook heel eerlijk heel benieuwd hoe dat gaat. Ja, precies. Ja. Ik gebruik ook natuurlijk jullie app ook. Met name ook, wat ik heel mooi vind van jullie app, van
de lessen die jullie geven, de groepslessen, ja, kun je natuurlijk inboeken, zeg maar. Ja. Dat jullie ook weten hoeveel mensen er komen. Ja. Maar ook gewoon het systeem, hoe dat allemaal met elkaar zit. Openingstijden, maar ook de mogelijkheden. Ja, klopt. Dat vind ik heel mooi in zo'n app. Ja. Het is heel overzichtelijk. Ja. En er zijn ook mensen die gebruiken de app bijvoorbeeld ook voor de workouts die ze doen in de fitness. Dus dat je daarin eigenlijk je sportschema hebt staan. We merken ook nog steeds dat heel veel mensen het toch ook nog wel fijn vinden om het op papier te doen. Nou ja, dat is ook prima. Dat mag ook. Maar die schema's zitten ook erin, in die app. Die zitten ook in die app, ja. Ik moet een beetje beter kijken. Dus ja, maar dan moet dat wel met jou besproken worden. Nee, want die is voor jou er nog niet in, denk ik. Nee, maar ja, ik vind het gewoon leuk. Met name ook voor mij als nieuwkomer. Ja. Dacht ik, ja, in sportschool. Heel eerlijk, ik zit natuurlijk helemaal in die voetbalwereld, wandelen, hardlopen. Ja. En dan kom ik dan bij de sportschool en dan denk ik, ja, dat vind ik dan ten opzichte van die anderen. Ik vind het heel innovatief om te weten wat voor groepslessen en welke tijden en hoe laat, wat de mogelijkheden zijn en wie er, nou, al die dingen bij elkaar. Dat vind ik heel overzichtelijk in die app. Ja, precies. Als nieuwkomer, we zijn er ook heel blij mee. Maar dat is voor mij als nieuwkomer, het is natuurlijk af en toe best wel een drempel, sportschool voor sommigen misschien wel. Ja, klopt. Maar voor mij gaf dat wel de mogelijkheid om, nou ja, hoe jullie laagdrempelig toch al aanbieden, te faciliteren, ook voor mij als nieuwkomer. Ja, precies. Fantastisch. Gezegd. Nou, dat is fijn om te horen. Ja, ja. Niet dat je op een auto zit, dat gaat niet om. Maar dat is wel heel fijn. En maar we merken, gelukkig koppelen mensen ons dat ook terug. Ja. En nou ja, dat was ook het stukje wat we dus tijdens corona konden doen. Van oké, met welke bedrijf gaan we in zee, zeg maar, ten aanzien dus van de app. Ten aanzien van de veiligheid van de sporters. Hè, want mensen kunnen dan, hè, op het moment dat wij er niet zijn en men komt sporten bij ons. Want dat vond ik heel eerlijk altijd nog wel een ding. Van ja, oké, je gaat open. We zijn er zelf niet. Je wil wel dat de mensen veilig kunnen sporten. Ja. Nou, dan kunnen mensen een draagbare paniekknop omdoen. Dat is heel mooi. Dat is echt heel fijn. Ja. Want je hebt ook systemen. Dan heb je van die vaste knoppen ergens in een pand zitten. Ja. Ik denk, oké, dus dan je valt, je breekt je been. Weet ik, gelukkig is dat nog nooit gebeurd. Nee, dan gaan we ook vanuit dat dat niet gebeurt. Maar hoe kom je dan bij zo'n knop? Ja. Dus dat is gewoon heel fijn dat dat allemaal draagbaar is. En heel blij mee. Ja, en net wat je zegt hoor, de app is heel overzichtelijk. Ja. En ook wat ook leuk is, is met die workouts. Dus als je dat wil, dan moeten we dat even bespreken. Maar die workouts die in die app staan, daar zit ook een plaatje bij. Hè? Want je hebt natuurlijk heel veel termen die op je afkomen. Ja, en vooral als je net start, leg het verschil maar uit tussen een leg extension en een leg press. Als je net nieuw bent, dan dat is natuurlijk gewoon best wel moeilijk. Klopt. Dus zo'n app helpt je daarin dan ook op weg met plaatjes. En dat is vaak, mooi. Ja, mensen willen het vaak natuurlijk gewoon lekker zien. Hè? Ja. Ja, ook echt in de taal van diegene die dan nieuw begint, ja, zeg precies. Maar. Ja, precies. Ja, echt heel, heel, heel mooi, want inderdaad, ik moet ook zeggen, de ervaring die ik heb bij jullie, ook de begeleiding daarbij, want je hebt natuurlijk ook Martijn, zag ik daar lopen, Colin uit mijn hoofd, Lennart, en die andere jongen, dat maakt niet uit, hoe die dan mij begeleiden. Het vervelende van die jongens, ik heb ze allemaal veel vroeger in de voetballes gehad. En nu moeten ze mij begeleiden. Dus, ja, precies, het is gewoon een gedraaid. Het is en Martijn die met een hittraining even zegt, ja Niels, kom op, hup, aan de gang. Ja, dan denk ik van, oké, maar dat is natuurlijk wel heel grappig. Maar die begeleiding daaromheen, die vind ik wel heel mooi. Want soms denk je van, ja, doe ik het wel goed met bepaalde dingen, weet je? Ja, en dat is ook lastig. Ja. En weet je, dat vinden we ook wel belangrijk, ook als mensen... want soms dan zijn we er en je ziet niet altijd alles, omdat je net ergens mee bezig bent of wat dan ook. En als de drempel ook maar laag is, dat men naar je toe kan komen om dan te vragen ook. Ja. Want dat vind ik ook belangrijk. En die koppeling krijgen we ook zeker wel terug van mensen. En wat je zegt, hè, deze jongens staan in de fitness en zoals Martijn geeft natuurlijk ook groepsles. En ook Zeden geeft inmiddels trouwens ook groepslessen. Dus daar is hij is stagiair bij ons en hij blijft ook bij ons. En hij geeft bijvoorbeeld ook een deel van de outdoor training. Dus dat is buiten, outdoor training. Dan ga je straks doen ding ook meer, hè? Omdat het mooier wordt. Ja, we geven op de woensdagavond. We merken de afgelopen periode, dan is die behoefte er gewoon wel wat minder. Omdat het slechte weer was.
En ja, en dat is hè, wel een sportschool van, ja, je merkt wel dat mensen ook echt wel georiënteerd zijn om binnen te gaan sporten. Ja, ja. Maar je hebt nu dan wel de mogelijkheid ook om op de woensdagavond lekker mee te doen met zo'n buitenles. En wat is het, waar houdt het in? Outdoor training? Is eigenlijk ook een stukje conditie en kracht, dus wisselend. Ja. En iedereen kan ook daar weer op zijn eigen niveau aan meedoen. Hè. Er zit ook best wel wat springen in en soms stukjes hardlopen of wat dan ook. Maar als je daar niet van houdt of dat lukt vanwege knieklachten of iets dergelijks. Als dat niet lukt, zijn er altijd wel weer alternatieven. Ja. We gebruiken soms zo'n touw, zo'n verzwaar touw of kettlebells, gewichtjes. Veel met eigen lichaamsgewicht. Dus ja, dat is gewoon een heel aanwisselende les. Okay. Dus dat is ook heel leuk. Ja, ja, ja. Hey, ja. Yoga geef je zelf, ik zeg het maar boven, zie je daar ook dat er veel mensen daaraan meedoen? Zie je dat? Omdat, ja, dat is echt wel een toename hoor. Ja, ja zeker. Ja. Samen met Joke geef ik dat. Joke geeft ook yogales. Ja. En welke dag? We geven op de woensdagochtend de Hatha yoga en op de donderdagavond 2 keer de Yin yoga. Okay. Die les is gewoon ook heel populair, maar ook de Hatha yoga. En het verschil is eigenlijk dat je bij Hatha yoga is een wat actievere yoga. Dus dan gebruik je ook wat meer je spieren. Ja. Het neigt wat meer richting de Pilates. Het is geen Pilates, maar daar neigt het wel naartoe. Dus dat is wat actiever. Bij Yin yoga pak je eigenlijk meer het bindweefsel. Dus moet je juist eigenlijk ervoor zorgen dat je je spieren ontspant. Want dan kom je ook bij het bindweefsel. Dat zorgt er weer voor dat jij soepeler, leniger voelt in je lichaam. En ook... ook voor het herstel zeg maar, van je lijf, gewoon in het algemeen. Dus het verzorgende karakter van je lijf, herstellend vermogen van je lichaam. Daarvoor is ook yin yoga heel erg goed. En bij yin yoga lig je om die reden ook echt langer in een houding. Dus dan lig je gemiddeld 3 tot 6 minuten in 1 houding. Okay. Dus dat is een hele andere manier dan als je natuurlijk steeds wisselt van houding. Mm. En wat heel lekker is, het is en voor je lichaam heel fijn, maar ook weer voor je geest. Hè? Want in deze tijd, we zijn natuurlijk allemaal 24/7, moet je bijna aanstaan. Iedereen is continu alert en er wordt gewoon heel veel van je gevraagd. En dat is oké, maar je wil ook je rustmomentje. Ja. Want om door te kunnen gaan. En nee, ik heb zelf dus tijdens de coronaperiode ervaren, wat is yoga met mij deed. Dat gaf mij zoveel rust. Ja, hè? Ja, dat was echt wel bizar. Ja, het is, je ziet het al meer natuurlijk overal, yoga. Ja. Inderdaad, na corona komt het misschien ook wel tot rust komen. Een mindset, denk ik, een beetje. Ja. Dat soort dingen. Ja. Doen er veel mannen aan mee trouwens? Want, er zijn zeker mannen. We hebben denk ik, moet ik even nadenken. Ja, denk gemiddeld 4. Okay. 4, 5. Nou ja. Maar wat je zegt is wel waar. Want ik ben altijd wel overtuigd, iedereen zou gewoon een stukje yoga moeten doen. En weet je, als je dat niet in een yogastudio of bij ons of waar ook wil doen. Je kunt ook thuis kun je een houding doen. En het betekent echt niet dat je dat uren per dag moet gaan doen. Maar al doe je 1 of 2 oefeningen. Het is zo goed voor je lichaam. Alleen heel veel mensen hebben een bepaald beeld bij yoga. Ja, ja, ja. Maar je hebt zoveel vormen van yoga. En ook hoe het wordt aangeboden. Ja, en, mooi. Maar ja, heel blij mee. Ja, snap ik. Hey, wat ik zeg, je geeft groepslessen, dat zie ik, outdoor doe je. Hoe is het met de leden? Zie je echt een groei ook? We zien echt een groei. Ja. Heel blij mee. Dan zeg ik ook heel eerlijk, dat moest ook wel na die corona-periode, maar die groei is er ook. Ja. Wat ik net ook zei, je merkt echt wel dat mensen het belang zien, ervaren van het fit blijven, fit worden. Ja. En even denken, dat is ook mede nu een reden dat wij, we gaan onze fitnessruimte ook vergroten. Er komt bijna 50 vierkante meter komt erbij. Okay. Ja, dat wordt echt wel heel gaaf. We hebben allemaal primeurs vandaag. Ja, we hebben allemaal primeurs. Ja, en dat gaat, als de planning allemaal zo gaat zoals het nu gaat en hoe we het in gedachten hebben en met de bedrijven die ons gaan helpen, dat vastgelegd is, gaat dat voor de bouwvak klaar zijn. Dus dat is ook al best wel snel. Ja. Maar dat wordt heel gaaf. En dan merk je nu ook weer, hè, we hebben dan gelukkig, want mensen vragen dan ook wel van, goh, maar hoe gaan jullie dat dan doen? Dan gaan jullie zeker 2 weken dicht. Nou, dat hopen we zeker niet. Okay. We hebben gelukkig de tennisbaan, hè, dus daar kunnen we heel veel apparaten op zetten.
En kijk, de werkmensen mogen natuurlijk geen last krijgen van het moet wel veilig zijn. Veilig, ja. Maar die veiligheid die kunnen we bieden doordat we gelukkig veel ruimte hebben op de tennisbaan. En er komt helemaal een mooie nieuwe vloer, een mooie nieuwe PVC-vloer. Okay. Ja, dus het wordt echt wel anders hoor. Dat wordt echt wel gaaf. Ja, ja, echt mooi. Echt heel gaaf om met dit soort dingen weer bezig te zijn. Ja, oké. Okay. Ja, we zijn er haast alweer. Ja. Want we zijn alweer een kwartier verder zo wat. Nee, ja, heel mooi, heel mooi. Innovatief bedrijf, mening naar de toekomst, maar ook naar persoonlijke ontwikkeling. Maar ook gewoon voor ons als Midden Drenthe sporters mogen we graag bij jullie zijn. Dus heb je nog een boodschap voor Midden Drenthe? Want daar eindigen we mee. Dat lijkt me heel goed. Midden Drenthe, kom van die bank af. Ga lekker bewegen. En op welke manier, maakt helemaal niet uit. Maar kom lekker in beweging. En vind je het lastig om dat zelf op te starten? Kom bij ons en we helpen je er graag bij. Okay. Ja. Waar kun je vinden? Website, Instagram, alles op die gewoon. Ja, we hebben alles. Website www.sportcentrum-anybody.nl. Ja. Op die manier ook op de Facebook, Instagram. En via app, maakt niet uit. Bericht ons. Okay. Ja. Nou, je hoort het. Hey, wij gaan nog even naar binnen, maar dan ga je even die 100 kilo nog even naar boven brengen. Tot de volgende keer. Ciao. Hoi.